Vrijheid voor de christenen. Vrijheid voor de christenen. Stop de genocide op de christenen. Stop de genocide op de christenen. Red mijn broeders en zusters in Irak. Red mijn broeders en zusters in Irak. Stop ISIS. Stop ISIS. Stop ISIS. Stop ISIS. Dames en heren, ik kan u mededelen dat de opperrabbijn Benjamin Jacobs, die heeft ons vanmorgen een e-mail gestuurd en aangegeven dat de Joodse gemeenschap hier in Nederland achter dit stille tocht staat. Hij is nu onderweg vanuit Amersfoort naar Enschede. Hij kon helaas niet aanwezig zijn bij de toespraken, maar hij zal straks, hopelijk zal hij het redden, om samen met ons de stille tocht te houden. Tot slot geef ik het woord aan de algemeen secretaris van Raad van Kerken Nederland, de heer Klaas van der Kamp. De rabbijn is zojuist gearriveerd. Applaus. Ik weet niet of u ook al een insigne gekregen hebt, maar ik was thuis en ik dacht, ik maak er één. Om tijdens het verhaaltje een verbondenheid met u ook zichtbaar te maken. Want als Raad van Kerken, plaatselijk is er een Raad van Kerken en landelijk, namens de Landelijke Raad sta ik hier, willen wij onze verbondenheid uitspreken met de vluchtelingen uit Irak en met de Nazirin, de Nazoreërs die in Irak blijven wonen. Het is kwaadaardig dat mensen 4 millennia van beschaving in een paar maanden om zeep te denken kunnen helpen. En christenen verdreven hebben uit Mosul, kerken vernield, gewelddaden tegen mensen gepleegd en kruizen hebben verwijderd. Het zijn gewelddaden tegen christenen, maar ook tegen andere minderheden, Yazidis, Mandeërs en ook islamitische groepen. Dat kan niet bestaan. Een kennis van mij heeft op een toilet een klein boekje liggen. Daarin staan hitlijsten. En je vindt er bijvoorbeeld de 10 langste mensen ter wereld. De 10 grootste rivieren. En er staat ook een lijstje met de 10 meest rouwvolle momenten in een leven. Het is geschreven in een westers land. En u begrijpt dat bovenin bijvoorbeeld het verlies van een kind staat. Maar heel hoog in die lijst staat ook een verhuizing. En dat verbaast me, want als je van Enschede naar Vriezenveen verhuist, heeft dat niet zoveel om het lijf, zou ik zeggen. Toch blijkt dat al heel wat invloed te hebben, omdat je in Vriezenveen je hele leven weer opnieuw op rij moet zetten. Hoeveel te dramatischer is het als je gedwongen wordt om te vertrekken. Als je alles kwijtraakt. En als je voor het leven van jezelf en van je dierbaren moet vrezen. Wij kunnen ons daar eigenlijk niet goed een voorstelling van maken. En zeker niet iemand zoals ik, die in het Westen hier geboren is en van wie de familie allemaal hier woont. Wij voelen ons op zo'n moment, als we daar kennis van nemen, machteloos. En ook kwaad. En vooral als we beseffen dat zoiets gebeurt in naam van de religie. En het is eerlijk om daar denk ik ook iets van te zeggen. Want hoe kan het dat extremisten hun wandaden onderbouwen met een beroep op hun religie? Ik denk dat het aan mensen zoals ons, die zelf een religie hebben, een taak is om dat iedere keer te ontmaskeren. Iedereen die in de naam van God mensen naar het leven staat, liegt. Iedereen die een religie beleidt zal moeten beamen. Ieder mens telt. En daarom ben ik trots op zoveel Nederlanders
seculiere mensen en religieuze mensen die langs de snelwegen een soort erehaag gevormd hebben toen de lichamen in lijkwagens passeerden. En zij waren naar mijn idee ook een spiegel voor iedereen. In Oekraïne, in Rusland, in Gaza, in Syrië en in Irak. Veel religieuze mensen begrijpen dat de liefde voor God en de liefde voor mensen niet uit elkaar getrokken mag worden. Veel mensen begrijpen dat je probeert in alle bescheidenheid om vanuit het perspectief van God, die ik vanuit mijn overtuiging ken als Vader en als Zoon en als Heilige Geest, dat je vanuit dat perspectief met liefde naar mensen mag kijken. En gelukkig gebeurt dat ook op heel veel plaatsen. Ik noem een paar voorbeelden. De Raad van Kerken in het Midden-Oosten heeft zeer recent in een verklaring gesproken over Irak, over Syrië en over Palestina. En ze hebben gezegd, het is niet toegestaan de waardigheid van mensen te veronachtzamen en onschuldigen en kinderen te doden. VERT, een organisatie in het Midden-Oosten die zich bezighoudt met het gesprek tussen de verschillende religies en de zetel in Amman, heeft gevraagd om respect te hebben voor de heilige plaatsen. En expliciet wordt Mosul genoemd. En ze citeren de Koran, waar staat, er zal geen dwang zijn in religie. Paus uit Rome heeft recent de bede uitgesproken voor het Midden-Oosten. Mogen de God van de vrede in iedereen een authentieke wens oproepen van vrede en verzoening. De Raad van Kerken in Nederland heeft recent staatssecretaris Steven gevraagd om nog eens goed te kijken ook naar het beleid in Nederland. En misschien kan Pieter Omtzigt daar ook iets in betekenen. Dat we iets ruimhartiger met regels omgaan als mensen die niks meer hebben een plek zoeken om het hoofd te rusten te kunnen leggen. Ik sluit af met een gebed, een gedicht, parafrase van Willem Barnard. Als u er bent, heren, als u er bent, wees dan aanwezig. Niet als een vuur dat ons verbrandt. Vuur is te heilig en te hevig. Geef ons de schaduw van uw hand. U bent, u komt ten laatste. O eeuwige, kom niet te laat. U kunt zich toch in ons verplaatsen. Kom dan, wij zijn ten einde raad. Amen.